Mijn naam is Dani Varkenvisser, leier van de Afrikaner Volkspartij. Ik breng graag voor je boodschap voor 2021 wat net voor ons ligt. Waarschijnlijk is daar in de hart van elke Afrikaner patriot, waar hij of zij ook al in die wereld mag bevinden, een hoopvolle verwachting voor iets wat al kan gebeuren. In 2021 wat ons tragische toestand zal veranderen in iets positiefs. Maar dan is daar echter onteenseglik ook diegene wat moedeloos en zonder oortuiging voortstrompel achter elke nieuwe strooihalm aan. So voel soos in een dichte mis, omdat omstandigheid hulle richting bepaal het en nie die beginsel nie. Vraag is, in watter geselskap bevindt u uzelf? Indien omstandigheid enorm was, en vandaag nog is voor toekomstbepaling, zal ik u gelijk geven dat die toekomst werkelijk mistig is. Zelfs dichte en op die oog af ondeursichtige mis, een mens zou kon toevoegen, zelfs welriekende mis. Dit was immers toch die nog huidige president van die VSA wat onlangs opgemerkt heeft dat Zuid-Afrika nou een shithole geworden het. Laat ons echter voordat ons bij die verwachtings, moontlikhede en afleidings kom, net een paar basisse wetmatighede opnieuw bevestig. In die eerste plek gaan dit niet oor leiers nie. Vooral gaan dit niet oor my nie. In die tweede plek gaan dit ook niet oor rechts of links nie. In die derde plek vooral niet oor omstandigheid nie. Dit het nog altijd gegaan oor recht of verkeerd, oor beginsel en beleid. Om dus te besin oor die pad vorentoe, laat ons dan onderscheid tussen wat recht is en wat verkeerd is. Als het recht is om gelovig te wees en verkeerd om ongelovig te wees, laat ons dit dan sê en daar volgens leven. Als het recht is om dit wat verkeerd is te vermy, neem dan verantwoordelijkheid voor jouw standpunt en staan en val daarbij. Die totale aanslag wat op ons Afrikaner volk aangelei is en reeds in die laat 50s en vroeg 60s begin het, het grijsgebiede laat ontstaan tussen recht en verkeerd tot waar ons vandaag bevindt. Die veroordeelde publicatie en censorade wat in daardie jare bestaan het, wat Breiten Breitenbach, Etienne Leroux, Dan Rood en andere liberale se destijdse decadente publicaties verbied het, het onder druk geswig en verdwijn. En vandaag het ons daardie gemors als voorgeschreven en letterkundige voorbeelden. Radio Sonder Grense het uitgebreid naar grensloze beeldsendings, grensloze waardes, grensloze beginsels en grensloze beleidsrichtings. Daar is niet meer recht of verkeerd, niet waarheid of leen, niet meer een God of een Satan, niet meer ras of geslacht nie. Net hier die moeras van bandeloosheid, waar alles geldt voor allemaal, zonder onderscheid, omdat die mens een recht heeft. En zelfs een mensrechte akte, wat hier die onrecht verzeker. Die AVP sê, aanvaar je verantwoordelijkheid als christengelovige en neem standpunt in. Ons erken en aanvaar verschillen. Ons erken en handhaaf sedelike en morele grense. Ons erken en handhaaf die grense tussen hoë en vervallen waardes. Ons glo dat God die enig soeverein en alleen God is. Dat het Hij is wat ons in sy lewende woord waarsku. In Lukas 11 vers 17.
Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En huis wat teen homself is, val. Geagte volksgenoot, glo u dit saam met ons? Indien nie, kyk dan terug. Nie net op 2020 nie, maar op die afgelope 26 jaar sedert 94. En oortuig jyself. Die aanslag is nou gefokus op die vernietiging van gesinswaardes, van families en volksverband deur die beperkings van byeenkomste. Gebruik 2021 dus vooral om hegte gesinsbande te bind. Want daaruit, geagte volksgenoot, daaruit ontstaan hegte families en culmineer uiteindelik in hegte volksverband. Die ontkenners van alles wat hierbo gesê is, saam met die swart ras wat hulle aan bewind gestel het, het nou 'n volle 26 jaar gehad om die teendeel te bewys en het klaaglik gefaal. Ons boodskap aan die Afrikanervolk is opnuut: kom almal by mekaar wat uit innerlike geloof en politieke oortuiging by mekaar thuis hoort. Die nuwe wêreldorde drywers se bedrogvolle leuns, gedryf deur gedienstige en gehoorsame media slawe van virusse en pandemie getalle, sal blootgelê word, soos wat alles wat in die donker gedoen en beplan word onafwendbaar aan die lig blootgestel sal word. Dit boesem by ons geen vrees in nie, maar volharding in geloof. Waak en bid dus dat u nie in die versoeking mag kom van toegee, ingee en weggee van morele waardes en die beginsels waarmee die Afrikanervolk tot stand gekom, gegroei, gewerk en gewen het nie. Dit was juist die afwyking van ons beproefde beginsels en beleidsrigting wat tot ons huidige benouing gelei het. Mag ons hemelse Vader ons daartoe genadig wees om die lig wat hy om ons skyn deur sy alomteenwoordigheid raak te sien en die helder skynsel daarvan binne in hierdie mistige 2021 wat voor ons lê. Ek dank u.